gaat geven. En ze liggen keurig in hun eigen baan. Dus lijkt hier geen gekke dingen te gaan gebeuren. En Euros haalt de A-finale binnen. Terwijl Nort hetzelfde doet. Ietsje later. En als laatste... Oh nee, niet als laatste. Als derde komt Proothuis over de finish. Morgen gaan ze in de Vuurmet. Vanmiddag gaan ze nog de B-finale van het klassement varen. En daar strijden. Terwijl ze nog flink wat halen extra maken. Ze zijn inmiddels al door de tweede grote boeienlijn ruim doorheen. En dan denkt de boeg, het is nu wel genoeg geweest. We gaan toch maar even chillen en uitrusten voor vanmiddag. Ja, en dan wachten wij nog even op Focus 2. Die er nog aankomt in deze voorwedstrijd. Voordat we naar de derde voorwedstrijd gaan. Die hebben toch een flinke eindsprint ingezet. Dus ik denk dat die zo wel de finish gaan halen. Ja, het tempo is flink omhoog. En ze komen nu over de finish. En dan schakelen wij door naar de derde voorwedstrijd.